harte welkom bij Haarlemmermeer Kiest. Het is bijna 16 maart en dat betekent gemeenteraadsverkiezingen. 14 politieke partijen gaan in 7 verkiezingsdebatten met elkaar de verbale degens kruisen om op 1 vraag antwoord te geven, namelijk op wie zou u moeten stemmen. Ik heb hier vandaag weer 4 in de studio en ik stel ze heel kort even aan u voor. Namens het CDA, Pauline Maat, van harte welkom. Namens Sociaal Rechts Haarlemmermeer, Tim Beusenberg, ook van harte welkom. Namens 1 Haarlemmermeer, Hans Spijker. En namens Lijst 12, Chandra Janki. Wat gaan we doen hier met elkaar? Ik ga straks nogmaals de stelling voorlezen. En dan is het verzoek aan jullie allemaal om een groene of een rode kaart in de lucht te steken, zodat de kijker exact weet waar jullie staan. En vervolgens krijgen jullie allemaal 30 seconden de tijd voor het openingsbetoog. En de volgorde van de openingsbetogen is door loting bepaald. Ik ga de stelling voorlezen. Leraren moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen in de gemeente Haarlemmermeer. Verzoek is om de kaart in de lucht te steken. Dus leraren moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen in de gemeente Haarlemmermeer. Ik zie 3 voor en ik zie 2 tegen en 2 voor. En dan gaan we nu naar de openingsbetogen. Het eerste woord is aan Tim Beusenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer. 30 seconden zijn voor u. Nou, hartstikke bedankt. Wij van Sociaal Rechts Haarlemmermeer willen nooit en ten nimmer iemand uitsluiten. Ook willen we niemand voortrekken. Het grootste probleem is niet dat leraren geen sociale huurwoning kunnen krijgen. Het probleem ligt namelijk verder, dat er niet genoeg sociale huurwoningen zijn. In de afgelopen jaren hebben wij ons daarvoor hard ingezet, maar helaas nog zonder groot succes. Daarom willen wij, Sociaal Rechts Haarlemmermeer, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een grotere slag slaan om meer sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Dank u wel voor dit betoog. Nummer 2 is het CDA. Het woord is voor 30 seconden aan Pauline Maat. Het zou natuurlijk een luxe zijn als we docenten voorrang kunnen geven op een sociale huurwoning. Maar het feit is dat we gewoon te weinig sociale huurwoningen hebben. En daarbij kunnen we inderdaad geen mensen uitsluiten. Sociale huurwoningen moeten worden gebouwd voor iedereen. Voor docenten, maar ook voor mensen uit de zorg, voor mensen uit alle sectoren, jongeren, starters. En daar moeten wij een slag in slaan. En daar moeten wij de komende verkiezingen ons heel hard voor gaan maken dat deze sociale huurwoningen er in meerdere getalen komen. Dank u wel. Dan is nu het woord aan Lijst 12, Chandra Janki, 30 seconden. Het lerarentekort is een zorgwekkende ontwikkeling. Zo'n toewijzing kan ervoor zorgen dat niet alleen de beroepskeuze daarvoor, maar ook vacatures voor leraren aantrekkelijker worden om die hier te vervullen. En dat is in het belang van de inwoners van de gemeente. En het feit dat er een tekort is, dat komt gewoon omdat in het verleden foute keuzes zijn gemaakt door niet genoeg van die woningen te bouwen. Helder. En dat mag geen excuus zijn. Helder, dank u wel. En als het laatste betoog aan 1 Haarlemmermeer, Hans Spijker. Dank u wel. Het is heel belangrijk dat er woningen worden gebouwd, sociale woningen voor leraren, maar het allerbelangrijkste voor leraren die lesgeven in de Haarlemmermeer. Het zou zonde zijn als ze natuurlijk hier wonen en elders gaan lesgeven. Daarnaast is er inderdaad door Pauline ook heel goed aangegeven, onze zorg heeft ook woningen nodig. Dus wij hebben ook in onze stelling aangegeven, niet alleen leraren, maar een diversiteit aan groepen. Dus wij geven een ja, mits. Die is ook helder. Dank u wel. En dan is daarmee het debat geopend. Wie wilde graag op elkaar reageren? Ik kijk even. Meneer Beusenberg, gaat er ook. Nou ja, waar ik natuurlijk wel een beetje over struikel, en dat zegt meneer Spijker natuurlijk ook, en ja, mits. Wij hebben uitvoerig zitten denken, wat is nou het verschil tussen een leraar en een politieagent, een zorgmedewerker. Eigenlijk alle maatschappelijke beroepen hebben natuurlijk, die zijn nodig. En zeker ook in deze periode de zorg. En op het moment dat we dan de keuze gaan maken om leraren een sociale huurwoning toe te wijzen, dan zetten we die andere beroepen zetten we eigenlijk een streepje achter. En dat willen we gewoon zeker voorkomen in onze gemeente. Ja, CDA, mevrouw Maat. Nou ja, daar kan ik mij eigenlijk wel bij aansluiten. Ik denk dat het nooit de bedoeling is om mensen uit te sluiten. En het zou natuurlijk prachtig zijn. En docenten hebben ook recht op een woning. Maar inderdaad, zoals meneer Beusenberg ook al zei, dat hebben er meerdere. En ik zie niet voor me, en ik ben dan ook heel benieuwd naar mevrouw van lijst 12. Hoe gaan we het verkopen dat we dan zeggen, nou, we hebben weer een paar sociale huurwoningen. En die geven dan aan docenten. En dan zijn er mensen in de zorg, mensen van de politie, maar ook van andere sectoren
die heel hard moeten werken voor hun geld, die ook niet in een sociale woning kunnen komen. En daar wordt dan tegen gezegd, nee, sorry, onze docenten zijn belangrijker. Ik ben heel benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Dan begrijpt u ons verkeerd, want er moet een ander toewijzingsbeleid komen in zijn algemeenheid. Er moeten sowieso eerst meer van die woningen überhaupt komen. Jullie excuus, als ik dat zo op de website volg van het CDA, is dat er te weinig van zijn. Maar juist CDA is een van de partijen die afgelopen jaren aan de macht is geweest. Dus jullie hebben ervoor gezorgd dat wij in deze situatie komen. Als het aan ons ligt, komen er sowieso meer van die woningen. En het is inderdaad niet de bedoeling om anderen uit te sluiten. Maar het lijkt mij gewoon dat je in je toewijzingsbeleid, je moet ervoor zorgen dat je een groter aandeel krijgt in het toewijzingsbeleid van dat soort woningen. En vervolgens kun je dan, zeg maar, van beroepsgroepen waarvan hier tekorten zijn, daar kun je dan, zeg maar, beleid op gaan voeren. En het is niet zoals meneer van 1 Haarlemmermeer dan denkt van dat we andere groepen willen uitsluiten. Het is precies wat meneer hiernaast me zegt van sociaal rechts. Het gaat erom van dat je dan ook andere, zeg maar, beroepsbeoefenaars, dat je het voor die ook aantrekkelijker maakt, zoals politieagenten en zo, waar een tekort aan is, om hier naartoe te komen. En het moet uiteraard ook gaan over leraren en dergelijke die hier werken. En mevrouw Maat, reactie hierop en dan de heer Spijker. Ik vind het een hartstikke goed dat u ons verkiezingsprogramma hebt gelezen. Mm-hmm. Maar ik hoop dan ook dat u ons vorige verkiezingsprogramma hebt gelezen en ook ons coalitieakkoord. Want wat we daarin hebben gezegd, is dat er zoveel procent sociale huur moest worden gebouwd. Nou, en als u goed heeft opgelet de afgelopen 3 jaar, hebben we heel veel projecten kunnen starten. En ik hoop dat als u zometeen ook in de raad komt, dat u dan ook leert dat dingen niet, huizen komen niet uit de hemel vallen. Dat zou toch echt fantastisch zijn. Maar zo gebeurt het niet. We hebben de afgelopen 3 jaar echt heel veel stappen gezet met alles waar we hier in Haarlemmermeer mee te maken hebben. Want we hebben ook nog een provincie die ergens iets van vindt. Projectontwikkelaars, ontzettend dure grond. En wat u zegt klopt, er moet veel meer worden gebouwd en we hopen dat we daar de komende periode mee door kunnen gaan. Helder, heer Spijker. Ja. Nou, ik wil even op het CDA reageren op u. Er is wel veel gebouwd aan sociale huurwoningen. Helaas niet in Haarlemmermeer-Noord. Daar is gewoon nul gebouwd, want het is alleen maar duur. We hebben natuurlijk wel in het zuiden gebouwd, maar dat moet gebeuren. Eén Haarlemmer loopt al 8 jaar te roepen, tiny housing. Gewoon kleiner huisjes die je ook bij wijze van 8 jaar kunt neerzetten en TZT op een plot weer kunt verplaatsen. We hebben bijvoorbeeld de A9 in Battenverdorp. Daar zit de bouwbestemming op. Maar we zouden daar nu huizen voor leraren, agenten, verzorgenden kunnen neerzetten. En u zegt dus wel, als ik het goed zeg, ik onderbreek u even, als die tiny houses daar staan, dan zouden leraren wel één van de groepen zijn die daar voorrang voor zouden moeten krijgen. Klopt. Onder andere. En dan wel weer de mensen die werken in de Haarlemmermeer, voor helder. De goede orde. Ja, helder. Meneer Beusberg, ja. Nou ja, ik vind het altijd wel grappig dat helemaal tijdens verkiezingsperiode natuurlijk heel veel op pijnpunten wordt gedrukt door verschillende partijen. En wij hebben in maart vorig jaar een sessieverzoek ingediend. Die werd gesteund door de heer Spijker om eens met elkaar te gaan praten over hoe we nou heel veel sociale huurwoningen zouden kunnen gaan realiseren hier. En het CDA steunde dat niet. Dus dat vind ik dan wel jammer dat we dan proberen we een opening te vinden om hoe we dat gaan doen. Toen hebben we ook ideeën op het bouwen op grond van de gemeente. Gaat de prijs al laag? De tiny houses die zijn voorbijgekomen. Eigenlijk alle opties zijn voorbijgekomen. Maar dan vind ik het toch wel weer jammer dat dat dan in de verkiezingen wel weer wordt benadrukt. Oké, CDA werd aangesproken. U mag reageren dan mevrouw Jankie. Nou, de heer Beuzenberg noemt daar natuurlijk wel wat. Maar zo makkelijk ligt het natuurlijk niet. Hè. We hebben als gemeente hebben we grond, maar dat is ook niet meer zoveel als vroeger. Heel veel is al verkocht aan projectontwikkelaars. En wat willen projectontwikkelaars? Die willen natuurlijk het onderste uit de kan hebben. En waar wij voor hebben gezorgd in het afgelopen coalitieakkoord is dat we in ieder geval een harde eis hadden aan zoveel percentage sociale huur en zoveel percentage goedkope woningen en middenduur huur. En ik ben blij dat we daar in ieder geval iets van hebben kunnen doen. Maar u kent mij ook. Ik ben ook erg enthousiast over tiny huisjes. En ik hoop dat we daar gewoon komende tijd mee door kunnen gaan om daar een slag mee te slaan. Oké, mevrouw Jankie, dan gaan we richting afronding alweer. Ja, ik heb het idee dat jullie misschien niet naar onze die van lijst 12 hebben gekeken. Want wij zijn ook voor diverse vormen, diversiteit, ook in woningbouw. Maar ik ben gewoon iemand die nu nog niet in de raad zit. En ik volg het wel. En ik zie alleen maar de effecten in de praktijk. En ja, CDA is gewoon een partij die altijd toch heeft meegepraat en een behoorlijk aantal zetels in de raad heeft gehad. Maar die hebben erg weinig gedaan. En dat moet ik zeg maar meegeven aan meneer Beuzenberg van Sociaal Rechts en ook van 1 Haarlemmermeer. Van ik heb niet de indruk dat jullie echt daar heel veel
aan hebben gedaan dat we die in deze, om te voorkomen dat we niet in deze situatie zijn. Oké, dat debat hebben we net gevoerd. Ik wil meneer Spijker nog even het woord geven. Nou ja, als laatste. Het laatste wat ons behoorlijk pijn doet, is dat een bestemming is geweest op sociale woningbouw. Dan zie je een ontwikkelaar bezig en dan gaat op een gegeven moment de ontwikkelaar, die verkoopt het plot door naar een andere ontwikkelaar. Ja. En wat zien we dan gebeuren? Dan worden er opeens hele dure appartementen, woningen. Dus en dan wordt het weer ontrokken aan de voorraad voor de sociale woningbouw. Laten we daar nou eens, als wij straks coalitie zouden worden, hypothetisch, laten we daar ons keihard voor inzetten. Nou, ik merk dat de eerste coalitiebesprekingen al zijn ingezet. Ik dank jullie hartelijk voor dit debat en ik wens jullie allemaal uiteraard veel succes met de campagne. Nu kan het zo zijn dat u zichzelf afvraagt, wat vinden andere partijen eigenlijk van deze stelling? En dat is goed nieuws, want na dit debat is er een aantal partijen die ook graag hun pitch met u willen delen in 30 seconden. Dus blijf vooral even kijken. Kijk ook de andere 6 verkiezingsdebatten van Haarlemmermeer Kies. Vergeet niet het kieskompas te doen en de stemwijzer. Maar bovenal, zorg ervoor dat u op 16 maart gaat stemmen. En dank u wel voor het kijken. Sociale huurwoningen zijn een schaars goed in de gemeente en de wachttijden zijn lang. Hoewel het voorrang geven aan leraren sympathiek klinkt, betekent dat voor anderen de wachttijden alleen maar langer worden. En waarom alleen leraren? Zijn mensen in de zorg die werken in een winkel of werken in de bouw dan minder belangrijk? ChristenUnie SGP wil geen voorrang in het toewijzen van sociale huurwoningen. Onze focus moet liggen op het bijbouwen van sociale huurwoningen. Daar moeten hardere afspraken over worden gemaakt. In deze overspannen woningmarkt moeten we proberen om iedereen een eerlijke kans te geven. Haarlemmermeerders hebben de grootste moeite om een echt betaalbare woning te vinden. En daarom zijn we op dit moment geen voorstander van het verlenen van voorrang aan leraren. Als HAP vinden we dat we nu moeten inzetten op doorbouwen, ombouwen en betaalbaar voor modaal bouwen. Zodat ook onze leraren, verzorgenden en winkelmedewerkers een passende woning kunnen vinden in Haarlemmermeer. We hebben in Haarlemmermeer echte betaalbare woningen nodig. We hebben al genoeg dure prestigeprojecten. GroenLinks kiest daarom voor betaalbaar wonen, koop en huur. We beschermen woningen tegen beleggers en geven starters een kans. We stellen een woonfonds in. We pakken leegstand aan door een boete hierop. We bouwen naar behoefte, zodat iedereen een passende woning kan krijgen. We zorgen voor genoeg sociale huurwoningen, zodat niet alleen onze leraren, maar ook verpleegkundigen, agenten, starters en ouderen in onze gemeente terecht kunnen. Stem daarom 16 maart GroenLinks. Leraren die in Haarlemmermeer werken of gaan werken, moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit geldt trouwens ook voor politieagenten en zorgmedewerkers. Op deze manier zorgen we ervoor dat Haarlemmermeer aantrekkelijk wordt voor leraren die we hard nodig hebben in onze gemeente. Het is dus een win-win situatie. Voor leraren is het vaak lastig een woning te vinden in de omgeving van de plek waar ze werken of willen gaan werken. En zo zorgen wij ervoor dat het lerarentekort in Haarlemmermeer wordt opgelost.